Right, hoi. Welkom bij een nieuwe Warhammer Total War 2 campaign. Het zal een Mortal Empires campaign zijn in dit geval. Nieuwe DLC is uit, FLC eigenlijk. Rakarth, the Beast Lord voor de Dark Elves. En wordt gevoiced door Ramsay Bolton van Game of Thrones. Nee, de acteur erachter toch. Leer Rakarth, faction of Thousand Maws. Every beast is mine to command. Alright, Rakarth, Dark Elf, dus slaver vooral. Beetje een beul. Past ook wel dat ze de stemacteur van Ramsay Bolton gebruikt hebben. Standaard Dark Elf properties, dus Black Arcs. Powerful naval units, dus veel raiding. Slaves voor de economie te boosten. Murderous prowess in combat. Start hier op Albion. Albion ligt ten noorden, noordoosten van Ulfwan. Dat zal jammer genoeg de voornaamste vijand worden als je de High Elves niet uitschakelt hier. Beginnen die na een tijd gewoon allemaal te confederaten, worden zo één High Elf Kingdom. En vooral op het einde, gezien dat de High Elves al een top tier of toch B-faction zijn, loopt dat danig uit de hand. Hier Britannia, Marienburg, the Empire. Hier ook denk, Estalia, Tilea. Maar het zal voornamelijk Norska zit hier. Norska zijn de meest makkelijk om te pakken met de Dark Elves. Hun infanteriekwaliteit is meestal iets minder. Wij hebben ook heel snel, denk vanaf beurt 10 of beurt 12, al een Black Dragon. Dat ze pittig weinig tegen kunnen doen eigenlijk. Maar dus de High Elves, de grootste vijand, de meest gevaarlijke. Maar als je hier begint te vechten, dit zijn allemaal High Elf factions, wordt wel een klein beetje een eentonige campaign. Oké, faction effects voor de Thousand Maws. Monster Pens, capture a variety of hideous beasts and send them into battle. Hij kan ook Carnosaurus krijgen van de Lizardmen. Hij kan Cygors krijgen in The Old World. Redelijk veel beasts dat hij krijgt. Forces do not receive vigor penalties from raiding. En raiding is verlaagd in vereist. Normaal was de helft van je movement nodig voor raiding. Nu maar 25% voor Dark Elves. Dus raiding en slaven overal grijpen is wel iets voor een. Upkeep met minus 10 voor monstrous units. Lord, melee defense, plus 8 voor monstrous units. A recruitment duration, minus 1 voor all monsters. Rakarth, the Beast Lord is. Campaign gaan we al op normal zetten. Start met Shades, met Greatswords. Niet, mooi, Greatswords direct. A War Hydra en a Reaper Bolt Thrower. Volgens mij krijgt hij in de campagne ook nog bonussen voor Reaper Bolt Throwers. Is eigenlijk een beetje dezelfde faction, Rakarth, als Loki of Felhard. Ik denk dat ze beiden van Caront Car zijn. Of Clar Caront. Caront Car. Not be best. Als ik me niet vergis. Even moeten kijken. Pom, 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 pom. Caront Car. Beiden zijn van Caront Car. Maar de vrijste voor Rakarth, de thuisbasis Caront Car, die hier in Naggaroth ligt, is veel makkelijker te bereiken. Alright, tot op de campaign map. Welcome to Albion, Rakarth, greatest of all beastmasters. These isles will serve as a stepping stone to the old world and its many opportunities for beast capturing and raiding. These are lands of the primitive, war-loving Norskans. Their territory may not be all you will gain from ousting them, as they are known for the monstrous creatures that fight in their ranks. Once your monster pens are filled, they will serve you well for an invasion southward. The old world's realms of men are rich with potential slaves and plunder to seize for your coffers. You have scores to settle with your hated cousins in Ulthuan, so they should not be spared from your predations. Perhaps there may be a dragon egg or two to help burgeon your collection of beasts. By accumulating enough wealth and power, you could even move to gain control of your home city of Caront Car. Whether it be by diplomacy or force, the choice is yours. Many of your kind have come before you, mighty Beastmaster. But none approach your consummate skill and expertise at taming the untamable.
Let the world feel the sting of your lash. Ja. Ik ga even de advisor settings aanpassen, of de advice settings hier. Minimal en text only, dat hij zo min mogelijk ingrijpt. Maintain 25 units, oké. Dus in het begin werd er ook gezegd van, je hebt veel opties. Norska helemaal hier, de Chaos Waste zitten daar. Realms of Men hier, Ulthuan hier. De Dark Elf zitten hier een stuk. Veel opties, maar dat is een beetje de illusie van keuze, want dit gaat uit de hand lopen. Hier zitten er Skaven. Die snowballen ook behoorlijk als de AI ze controleert. Hier ook. Skaven en Beastmen die snowballen. Dus het conflict zal voornamelijk of vooral hier zijn. In het begin kan je, lukt het wel om hier te raiden, Marienburg en te irriteren. Die hier zitten, hier aan de zijkant en hier mijn hoofdstad. Maar het zal voornamelijk deze jongens zijn. Want die gaan heel snel deze Dark Elves uitschakelen, Shrine of Cain. En dat hier volledig consolideren. Die hebben ook allemaal bonussen om in diplomatie te gaan met elkaar. Dus behalve wat kleine battles is dat direct beklonken daar voor hun. Dus we starten met Sister of the Dark Boudica Soulblaze, Sorceress Beasts, of course. Yeah! Die gaan we direct embedden in zijn leger. I can feel their power. Rhaegar Sarf met Bleak Swords, Dread Spears, Shades, a War Hydra en een Reaper Bolt Thrower. En voor Rakarf heeft de Beast Armor of Karrant Kar, Leadership Aura, Armor, Cooldown voor de Whiplash en Beast Armor of Karrant Kar. Dus als er een enemy unit, een groot beest bij hem in de buurt zit, din 30 meter, plus 10 melee defense, plus 11 damage resistance. Dit is wel ons anti-large character. Dus hier Beast Lord. Whiplash kan ervoor zorgen dat vijandelijke monsters en helden een fear and terror verliezen. Dat wil zeggen dat ze onze troepen niet meer bang kunnen maken, maar dat ze ook wel vatbaar zijn voor onze fear and terror. Dus kan in één keer vijandelijke lord op een draak een paniekaanval krijgen en wegvluchten. Dat is best wel grappig. De tweede, de Beastlord Gaze, als een monster rampage, kan je hem terug in het gareel krijgen. Carrion Crows, dus vanaf level 12. Geen upkeep kost meer voor harpy units. Niemand wil een doomstack maken van 12 harpy units. Die zijn niet zo goed. Armor piercing damage plus 5 is wel goed. Raiding income is wel. Dit is wel goed, maar die upkeep bonus is discutabel van kwaliteit. Free range replenishment is wel goed in foreign territory. Dit is echt een soort van raider. De breeding program ook. Melee attack voor War Hydra en Charybdis. Frost Breath voor Charybdis. Abyssal Howl voor Hydra. Dus die krijgen elkaars abilities een beetje. Harpy Claw Bolts. Meer casualties. Increased chance monsters will be added to monster pens. Scourge when the chariots krijgen meer dingen. Meer bonus. En deze. Pom, pom, pom. Recruit rank Cold One Knight. Het is raar dat hij dit krijgt. Je zou denken Malus Darkblade is de Cavalry Lord. Hij heeft ook één Cold One Spite. Staat er wel voor bekend als Cavalry Commander. Maar Rakarf krijgt de meeste bonus voor Cold Ones. Dus de inclusie van de FLC Lord, dus free downloadable content, Rakarf, zet 1 Lokir Felhart wat te kakken. En 2 Malus Darkblade wat te kakken. Dus ik. En Apex Predator is vooral recruit rank monsters units, murderous prowess voor monsters units. En als mounts heeft hij een Scourge Runner Chariot, een Manticore en Brachus. Scourge Runner Chariot verlaagt wel een aantal van zijn skills. Manticore is vrij goed om als gooning, om zo'n vijandelijke lords uit te schakelen. Maar hij gaat vooral voor Brachus. Heeft hij voor de rest Beast Tamer nog, charge bonus voor beasts. Ja, het is allemaal beasts. Die krijgt. En hier Steel Will, Stops Rampage. Dus hij krijgt Beast Lord's Presence. Dus dan moet hij niet meer zijn ability gebruiken om de beasts in gareel te houden. Het is gewoon passive. Beast Slaver. Dat is wel een ability, dacht ik, die hij moet activeren. Weapon Damage, Bonus versus Large, Armor Piercing Damage. Dus ja, die is echt gebouwd om vijandelijke Giants, Ogres, Dragons uit te schakelen. En als slaver natuurlijk. En we starten hier in de Isle of Wight. Wat dan niet zo'n goede startbasis is. En van Wight heeft hij deze bij. Convocation of Hunters. Dan stuurt hij zijn hunters op pad. En dan
krijg je een choice tussen beasts, ofwel uit Lustria, uit de jungle, of uit andere delen van de wereld, en kun je die toevoegen aan je slake, aan je beastpen. En die beastpen zit hier, het monsterpen. Dus Black Dragon, Charybdis, War Hydra, Feral Carnosaur, Feral Mammoth, Bloodwrack, Medusa, een beetje Luminarch Shrine, maar dan verzwakt eigenlijk. Heel veel line-of-sight issues eigenlijk op sommige maps. Feral Stegodon, Feral Manticore, Giant Wolves, Harpies, die ga je het vaakst krijgen normaal gezien. Feral Cold One en Explosive Squig. Dat zijn zo de extra units die je kan recruteren. Not a chance. En hier deze van een Feral Mammoth. Om te starten. Kane favors me. We gaan die onmiddellijk uitschakelen, anders gaan ze hier in Conquota gaan en dan voor de siege zijn wij zeker gebouwd. Dragon Master. So here we go. Waarom hebben wij zoveel? Marauder Spearmen zijn crap, maar zo crap. Swat, here we go. Fail me and face them. We gaan de aflevering niet te lang maken, of die episodes van deze campaign, ongeveer 30 minuutjes stuk. Dat zal voldoende zijn. Dus wij starten hier. We hebben direct al een line of sight issue met die bergen. We gaan proberen ze hen naar ons te drijven. We hebben een range voordeel met onze bolt throwers. Onze infanterie is wel meer crap. Dus we gaan hen naar ons laten komen en met de bolt throwers. Swordsman centraal. Jullie vangen de boel op. Rakar midden. Red Spears. Flank. Ik denk niet dat ze zoveel flanking troops hebben. Ik ga de Shades gewoon voorlopig hier parkeren. Ze zijn ook nog goed in close combat. Masterless Warriors! Sources of Grand achteraan. Bolt throwers! Hey, jij in de flank. Prepare yourselves, beasts! Hop. Jullie zijn in groep. En jij inderdaad, standard rounds. Oké, okay, ze komen vandaar. We gaan een klein beetje roteren. En vanaf dat die Feral Mammoth, die gaat het meest miserie veroorzaken, normaal gezien, eraan komt. Alvast wat shots in draaien. Hoewel dat infanterie ook niet, niet mis is, maar die moet eerst verzwakt worden. De Hydra en de Terror dat dat veroorzaakt, gaan normaal gezien al een stuk van die infanterie oplossen. Oké, okay, die anderen gaan eerder in ons bereik zijn. Dus we gaan eerst overschakelen op multishot. Welke spells heb ik? Flock of Doom. Wisdom's Wild Form. Dat zal op de Hydra of op Rakar. Hier Rakar, Beastlord voor zijn beesten en de Whiplash. Dat is om... Whiplash is vooral voor zijn eigen toekomst te verbeteren. Ja, oké. Okay. Dit is een mammoet. Ik vind hem echt goed daar. Oké, okay, hij aan de zijkant. Oh, baby. Aan de zijkant. Niet te veel, hij zit de aandacht aan het afleiden van al die Marauder Hunters. Shades! Shades! Zouden die schieten op de javelin? Ah, hier is die jongens. Give him hell. Zijn toch blopt op. Lord of all beasts!
jullie naar daar aan die. Moving out! Van zo close er al in schieten. Mijn cane! Fijn, dus. Multishot. Die route weg. Ja, die shades hebben veel te beperkt bereik. Kijk naar zijn stats. Die moet normaal gezien behoorlijk absurd zijn. 660, ja. En hier. We carven al his shining glory. Hey, ik probeer nu zoveel mogelijk uit te schakelen. Wat zijn we aan het doen? Kom maar jongens. Ondertussen is die aan het regenereren van That's What Hydra did. But that's what Hydra does. Hoppa! Ik kan hem tussen erachter laten lopen. Ik wou niet dat ze speed heel indrukwekkend is. Maar wat er nog eens valt, is van ons. Yep. Done. Bleak search met 104 kills. De damage value is behoorlijk boven 300. Damage 900. Recarve iets. Het zal vooral de bolt throwers zijn, zeker. Triumph as all. Zeg maar nog. Hey. Feast, my creatures. Feast. Nee, voorlopig niet. More slaves for Karamka. Bow before Raka, seeking fresh creatures. About here, scavengers of the dead, Rakarf, the stench of death pervades the air, rising from bloody corpses, littering the battlefield as far as the eye can see. It isn't long before the harpies descend and leathery wings they circle the field of battle. It's all too easy to break their spirits and teach them the meaning of obedience. They will make for fine additions to your menagerie of monsters. Earned by winning a battle, land battle with high casualty rate. Voilà. Tremble. Dus we hebben wel monsters. In dit geval harpies gaan ze recruteren. My menagerie swells. We gaan hem hier dit geven. Root Marcher. 10% campaign bonus movement is altijd. A dutiful servant, must have. To be sure. Wisdom.
All shall behold my does not great face. Verder kan hij niet gaan, maar ik kan wel in raiding stance gaan. You fought well, my beasts. Immune, raiding, public order. Krijg ik daar iets van? Replenishment van? Beasts. Denk het niet. Rampage. En ik heb research. Choose a Jai. En in the Isle of Wights. All shall kneel before the We gaan meer inkomen nodig hebben. We gaan ook zoveel mogelijk van onze troep naar hier moeten sturen. Dus de Forsaken Port of... Zorg voor meer income per slaves. Maar eerst deze erbij nemen. Zoveel mogelijk inkomen hier proberen genereren. Een beetje een stabiele basis. Alright. En dat stukje moeten volpompen met slaven. Dat heeft zodanig een boost aan de economie. Dat is niet normaal. Dat is wel een soort dat Dark Elves volledig snowballed in de campagne. Hier, quest issue the Dragon and the Kraken. Two of current Kar's greatest sons currently roam the world's oceans. One, the Beast of Rakar, hath filled the city's infamous dungeon with all manner of monstrous horrors. The other, Loki or Fellheart, delivers golden idols and spectacular artifacts to the city's vaults. But current Kar's truest currency is neither beasts nor priceless trinkets, but slaves. Where either of these two fearsome Druki is able to fill the city's slave markets to the brim, they would be well placed to make a play for the city itself and declare themselves its Drakau. Drakau is Lord van de Stad. Zelda Malus is the Drakau of Haag Graaf. Amazing. Dus 2500 captives. Howling Winds. Hebben door hier te raiden, hebben we dus twee wolven erbij gekregen. Rakath is supreme. Nou, we tenminste wat cavalerie in dat leger ook. Dominating. Geeft dat mij bonus aan battle? Nee, hè. Stand down. Hebben jullie een garrison? Bow. Nothing meaningful. Rakath. Savage them beasts. Die War Mammoth heeft wel overleefd. Wat? My beasts shall prevail. Hoe zelfs? Oké, onze infanterie heeft er wel slaag gekregen, maar we hebben tenminste nu harpies en wolven om als cavalerie te dienen. Dus we gaan hier de heuvel innemen. We hebben range advantage. En vliegers naar rechts. De bolt thrower hier. En dan... infanterie. Een beetje gelaagd. Hop, hop. Gij in het midden. En we gaan één flank overloaden, dat zal deze zijn. En jullie zijn de flyers hier. De wolven steken we in het bos. Als er iets van daar komt, hebben we flanking. De wizard, de sorceress hier. Shades hier. Jullie zijn één brok. Predators, all. Start deployment. Ik ga dat even bijna ook niet nodig. Start battle. Druki. En jullie, alvast de gejuist doen, trekt stukken los van dat leger. Zij moeten toch richting ons komen, blijkbaar. Fast forward. Proberen wegtrekken. Oh. What do we have here?
Shoot the mammoth misschien. Ik weet niet. Ik heb al twee shots zien missen op de mammoth. Die marauders, zijn dat marauders of berserkers? Het tweede shot gemist, maat. Eén tegen een boom, twee tegen een boom. Master Hansen, drinking victory. Shades, die weaklings. Oké, waar zijn mijn harpy friends? Naar achter, wolves, naar hier. Overleefd van die man. En nu vuur spoelt tegen de aanhebber. Stop mee op uw eigen hydra te schieten. Beestjes. We understand. Die knop. Bolt throwers. On to slaughter. Moving out. Dark Hell. Zoveel mogelijk van die mannen opeten. We'll be back. Hop. Wil ik je raak schieten alsjeblieft? Dankjewel. Ik weet niet hoeveel levens dat je nog over hebt. Eén shot is voldoende, kom jongens. Miss. Oh god, come on. Tijd voor replenishment, zeker voor die bleaksoorts nu. Vanaf we kunnen om die te vervangen door iets anders, met plezier.
Ik denk dat we heel snel die Feral Mammoth ook gaan bijkrijgen. All dus, shall kneel before the car. We krijgen we. 1700. The Terrifying Mask of E. Oké. Okay. En level bij. Mine. All mine. Keeping beasts is not cheap. En ik voorlopig gewoon gaan Occupy aan. Tear them apart. Voilà. Dus we hebben al Fear and Terror die we erbij krijgen. Tusked Terror. Dus met een victory, the Norse have raised infancy. Gargantuan Mammoth bringing with the energies and mutations of chaos. Dus we hebben een Mammoth erbij. We gaan eerst dit volledig upgraden. Meer slaves. Bow before Raka. En voor jou. Pom pom pom. Hier, Flock of Doom. Area of Effect Submit spel. Dat is vrij handig in campagne, zeker tegen zo'n begin. Tegen Chaff before Raka. Ruined Augment Stones. Ja. Goed, meer inkomen. Tremble before Rakar. Ook dat, je kunt die gewoon recruteren on will. Dus het is geen beurten dan die duurt om te recruteren. Dus ik kan gewoon deze beurt hem niet recruteren. Beasts, dat keep niet spenderen. Rampage. En dan de volgende keer wel. Maar iets stevige frontlinie mag wel. Dus 1, 2 aan de flanken en deze erbij. Ja. The chill winds blow. Dominating. Die zijn wel vrij goed, dus dan hebben we drie boogschutters die ook, maar deze zijn ook wel heel goed in combat. En dan gaan we de Citadel of Lead erbij nemen. Dat zal niet te lang duren. En dan kunnen we deze eerste video afronden. Deze battle ook vrij goed, hier ook. Ik denk chance for battle en geld, chance for battle en geld, als ze niet weggenomen worden door anderen. Oké. De inkom is niet veel soeps. Born to command. For Karan Ka, Dragon Master. Oké. Master of all. Man blijven replenishen. Refused. En dan deze innemen. Hop, meer geld. En turn. Ik weet dat in ieder geval die Mammoth al direct nodig hebben voor dit stuk. Dan gaat de enkel nog meer upkeep vragen. Hop. Rakath is supreme. Die construction ook verder. Master of all. Stand down. You're a pretender. The Beast Lord ascended. We gaan het voorlopig doen zonder de Mammoth. Beast, my beasts. Te vooral die champions. My beasts shall prevail. Bonus van krijgen, hè. There shall be shouldn't torment. Be too long. Norskens zijn ook niet bekend voor hun armor, dus de handbows van de Corsairs zouden ook eigenlijk wel behoorlijke werk moeten doen. Oké. Okay. Jammer genoeg, in het begin had het heel vaak dezelfde shtick zijn. Dus jullie hier, Recarve. Dreadspear hier. Dreadspear hier. Kijken. Dat zijn deze Dreadspears. Op de flank. Hop. Hop. Hop door, ga hier, hop.
jij aan deze kant de wolves in de bossen. Jullie gaan rondvliegen en direct harassen. Voilà. Wolves. Het andere stuk. Jij zit op spreading shot. We zijn toch allemaal infanterie. By your command. The merciless host. Battle calls. Voilà. Jullie. Go find my pretties. Jullie gaan ontdekt worden als jullie hier blijven zitten. Nog redelijk veel infanterie ook. We hebben twee spells, dus die Flock of Doom gaat van pas komen. Meer op zijn dus. Yep. Oké, next shot. Die lopen hier ook allemaal dicht op elkaar. Harpies, naar hier. Hier toch een choke en lopen hier allemaal. Faster heads in! Drinking pauze. Jullie zitten daar goed. Jullie schakel alles uit wat hier nog beweegt. Jullie with the Hydra. Jij hier, wizard. Zijkant. Really collapse of the Marauder Champions. Pick up a heart. Beast Lord. The carve komt terug. Jullie terug. Drake Spears. Onwards to murder. Corsair handbows. Slash kill. Kom. Shades. Kom. Ik thirst.
eager for battle. Yep. Vooral de bliksoorts zijn weer slaag gekregen, dus. As usual. Alright, en met het nemen van dit settlement is dan het einde van die video. Dan hebben we direct de hele provincie. Rakath does not fail. Voilà. Another day, another throne. Voilà, bodyguard erbij. Albion secured. En de Vanaheimlings zijn eraan hier. En de Citadel of Lead heeft voorlopig geen speciale gebouwen die we kunnen zetten. Nee. En dan voorlopig op inkomen en dan hier fort bouwen, muren bouwen. En omdat ik al aanvoel dat alles wat chaos is en hier zit en hier zit in het noorden. Niet te happig gaat zijn op onze aanwezigheid hier. Tamer of Dragons. Sadistic Wasps. Nee, we hebben eerst Dreaded Slaver. They know van I deze. Am superior. For current car. Ja, Mysterious Island. En Mysterious Island. Deze twee hebben we moeten innemen. Dominating. Ik denk het voorlopig zo ga laten, mijn inkomen is al zwaar genoeg belast. Een commandment available. Pom pom pom. Hier. Meer income from slaves. En voilà. We hebben hier het eerste stukje. Zijn er gebieden waarbij dat we kunnen traden. En die ons niet te hard haten. Hier is Scourge of Cain. And dead. Our court thrives on plots and schemes. No! Oké, okay, non-aggression. As you say. Noble of Wulfric. Wat hebben we hem hun? Een non-aggression pack met de Worldwalkers en met Karn Kar. Oké, okay, Karn Kar snap, maar de Worldwalkers? Wat? Maar de rest hebben we nog niet te veel tegengekomen. Alright, nou we het hierbij houden. Tot de volgende.